Onze burgemeester, Antoine van Walraven, die met een goede vriend, hè, maar dat wisten jullie, die heeft bij zijn vertrek, bij zijn overdracht, mij speciaal getipt bij iedereen als de meest betrouwbare bron van de gemeente Mil. Had die vent toch meer verstand van zaken als ik ooit had gedacht? Hij zei letterlijk: Marianne van Hal, dat is de Yvonne Koldewijer van Mil. Voor degenen die Yvonne niet kennen, ze was de hele week in het nieuws. Maar dat is de Alberta van der Linden van het nieuws. En de ongekroonde koningin van roddels, schandalen, geruchten in de Nederlandse showbusiness. Die Yvonne, hè, die verdient wel even tonnen, hè. Dan doet ze wat nieuwtjes delen, dat noemt ze juice. Nou jongens, dat doe ik hier al jaren met jullie. En wat kreeg ik van de gemeente Mil? Ik mag in deze ton gaan staan. Maar ik denk, hè, dat ze wel een straat naar mij gaan vernoemen. Want ik las ergens in de notities, die had ik niet meer gezien, Marianne van Halweg. Dus, en dan zag ik onze pastoor. Ja, dat weten jullie denk ik nog niet, maar de pastoor en ik, die werken sinds kort samen. Ik preek door de week en hij neemt het op zondag over. En wat zo leuk is, hè, de Milse hobbyclub, die hebben een spijkerbed voor hem getimmerd, zodat hij zich een beetje thuis voelt in Mil. Maar goed, ik ging weer verder. En ik wou hem in mijn auto stappen, het zag toch dat mijn passagiersdeur echt helemaal kapot was. Ik bel Bram Schreven. Ja, Bram en ik hebben een speciale band. Schijnt die me wel meer mensen te hebben. Maar goed, Bram zag het meteen. Deur ontzet, Marianne. Oh, potverdorie, hakt die auto niet. Nou, niet uitgelend, dat lille kleine. Dat zit wel goed. Hey. Maar weet je wie ik toen ook tegenkwam? Rob Slaats en Annie Slaats. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan die mensen? Helemaal niks. Die familie van Weijen, die hele grote familie. Oh, er worden toch een hoop kinderen geboren? Ja, ik ga er geen grapjes over maken. Want als ze later op Bert gaan lijken, hè, dan krijgen ze dat moeilijk genoeg. Maar even onder ons, hè. Bert, dan had je ook mijn vader kunnen zijn. Als ons moeder die dag toch niet de pepperspray bij jou gehad. Hey, nou heb ik hier wel iedereen af liggen, zei ik, hè. Maar dat kunt gewoon dat plastenblad hebben, dus dat. Mijn spionnen, hè, die zeiden dat er op de Kule heel veel BN'ers waren, hè. Nou, ik erin. Wat mij al meteen opviel, dat was Marga Bult. Daar lag een grote bult. Maar een eindje verder zag ik Matthijs van Nieuwekerken in de speeltoestellen. Nou, en het overkwam hem toch weer. Hij viel zo hard uit, de schommel. Maar een eindje verder zag ik Alberto Stegeman onder een koffer. Hij was een Mil voor oplichters gezocht. Hij vroeg aan mijn Marianne: had jij Mark gezien? Mark, och. Toen wist ik het, een eindje verderop, lag Mark Overmars op het strand. Ik had hem dus helemaal niet herkend en ik had hem mijn telefoonnummer gegeven. Nou, echt wel, wat die Overmars mij stuurde, hè? Dat was lullig. Maar goed, Alberto zei, nee, Marianne, die bedoel ik niet. Die Mark. Maar ik zag het al. Uit het water kwam hij aanlopen. Mark Rutte. En hij was aan het zoeken. Nou, ik zei, Mark, waar ben jij toch aan het zoeken? Waar is het, jong? Ik ben me een handdoek kwijt. Ik zei, waar heb je hem dan neergelegd? Daar heb ik geen actieve herinneringen aan.
Ik zei, ik bel jou wel even, Mark. Nou, zijn Nokia ging af. En wat denkt u? Dollar. Caroline van de Plas. Nou, die Caroline, die vind ik een heel leuk mens. Echt, ze komt ook goed op voor de boeren. Maar je hoeft dan toch niet per se op een zoeiton te gaan lijken, of wel? Maar goed, telefoon had hij gevonden, onze Mark Rutte. Hij keek erop. Oh, een heel verontrustend bericht. Poetin. Poetin wilde na Oekraïne ook nog de Kuilen annexeren. Ik schrok me kapot. Ik heb meteen Stichting Red de Kuilen gebeld. En toen Poetin hoorde dat mijn dochter er voorzitter van was, had hij zich acuut teruggetrokken. Maar goed, Mark Rutte en ik gingen ook nog even suppen. En toen zagen we zo'n onbewoond eilandje. En echt, er zaten nog een paar Surinamers. En die riepen, hey Marianne, we kunnen niet zwemmen, mogen we met jou terugvaren? Ik zei, nee jongens, daar kan ik niet aan beginnen. Maar nou ik jullie toch zie, nog sorry voor de slavernij. Nou, daar waren ze zo blij mee, hè. Ik zeg tegen Rutte, is dat nou zo moeilijk? Sorry zeggen. Kijk, en nou zag ik pas Annie Slaats.